Uit statistieken blijkt dat in de jaren 70 de treinen enorme vertragingen opliepen in het Zuidstation. Dit had te maken met de aanwezigheid van de Côte d'Or-fabriek, waar de pendelaars vaak gratis chocolade konden proeven. Velen haalden hierdoor hun trein niet op tijd. Anderen stapten speciaal van de trein af. Legende of realiteit? Ontdek al onze geheimen. Vind een van de golden tickets in de verpakkingen en beleef een heerlijke droomdag bij Côte d'Or.